Dag mensen, in deze video gaan we kijken naar wat een dead cat bounce is. Ik heb de term vaker gebruikt in mijn videoanalyses en jullie zien hem waarschijnlijk de laatste dagen, het is nu 25 maart 2020, vaker voorbij komen en er wordt geroepen dead cat bounce. Maar wat is een dead cat bounce? Waar komt het vandaan? En waarom heet het een dead cat bounce? We gaan er even naar kijken. Dus, wat is een dead cat bounce? Waarom ontstaan ze en hoezo heet het een dead cat bounce? Nou, wat is een dead cat bounce? Een dead cat bounce is eigenlijk een stijging in de koers die je ziet. En dat geeft traders en investeerders hoop. Hey, de prijs gaat weer omhoog. En we zien dus dat wellicht ook hier gebeuren, waarbij de koers eigenlijk eerst enorm daalt. En vervolgens stijgt de koers een beetje om vervolgens daarna weer verder te zakken. Dat zie je hier bijvoorbeeld ook. De koers die daalt. We hebben een dead cat bounce, waarbij mensen weer hoopvol worden. Buy the dip hoor je dan ook vaak. En vervolgens daalt die koers alsnog. En dit is dus een dead cat bounce. Het is gewoon een tijdelijke adempauze eigenlijk ook. Waarbij traders denken, oké, het gaat weer omhoog. Maar vervolgens daalt de prijs weer keihard. Maar dit is dus iets wat je eigenlijk pas vaak achteraf met zekerheid kunt bevestigen. Dat het een dead cat bounce is. Op het moment dat het zich aan het vormen is, kun je zeggen, oké, het is waarschijnlijk een dead cat bounce, maar je weet het eigenlijk nooit zeker, tot achteraf natuurlijk. En waarom ontstaan ze nou eigenlijk? Nou ja, als de koers dus op een gegeven moment belangrijk supportniveau heeft verloren, dan daalt die koers en mensen gaan dan short. Ze wedden dat die prijs omlaag zal gaan en op een gegeven moment gaan zij winst nemen. En dat betekent dat zij hun posities moeten sluiten en dat doen ze door weer te kopen. Waardoor die prijs ietsjes omhoog gaat en andere investeerders of traders die zullen dan zeggen, oké, nou de prijs is flink gedaald, hij is nu iets aan het stijgen, het is mogelijk de bodem en die denken, dit is een koopje. Bitcoin voor $3,850, 50 zoals het hier was, dat is een koopje. Ik ga het kopen. En dus zijn er eigenlijk twee redenen. Shorters die ervoor zorgen dat ze hun winst gaan nemen. En koopjesjagers. Samen zorgen ze dan eigenlijk voor een korte stijging in die koers. En het is nooit een bepaald percentage dat die koers omhoog zal gaan. Het is altijd een bounce. En ja, percentages die omhoog bounced of stijgt is relatief. We gaan zo direct nog even kijken naar wat andere voorbeelden. Maar waarom heet het een dead cat bounce? Dat hebben we te denken aan Raymond F. Defoe Jr. Hij heeft een keer gezegd dat als je een kat van een gebouw afgooit dat 50 verdiepingen hoog is, dan zal die kat naar beneden vallen. Vervolgens stuit het die toch, ook al, en dat betekent niet dat die kat weer leeft. Nee, de kat is nog mors en mors dood, maar het stuit het gewoon omhoog om vervolgens weer op de stoep horizontaal te komen, maar in de koers zakt het dus verder weg. Het is een beetje morbide, maar dat is waar de term vandaan komt in ieder geval. En om nog een paar voorbeelden erbij te pakken van de, even kijken, van dit S&P 500. En dit is tijdens de crisis van 2008. En je ziet dus dat er op een gegeven moment de koers aan het dalen is. En er is dan een stijging, dead cat bounce, de koers gaat naar beneden. Dead cat bounce, en deze is weer wat groter dan die. Dus je ziet ook dat de percentages waarin, of de prijs ook eigenlijk, waarin zo'n dead cat bounce plaatsvindt, dat is gewoon telkens verschillend, maar gebeurt eigenlijk altijd op dezelfde manier. Nogmaals, achteraf zie je het pas. Nou, vervolgens na de dead cat bounce daalt de prijs weer, krijgen we weer een dead cat bounce en dan krijgen we helemaal een daling. En zoals ik net al zei, dit is eigenlijk ook een dead cat bounce, gaat verder. En op een gegeven moment stijgt de koers weer en dan denk je, ja, is het weer een dead cat bounce? Maar dan zie je ook dat er eigenlijk een high-low wordt gevormd. En dan weet je ook, oké, dit is geen dead cat bounce, we gaan weer omhoog. En vooral als dan de top is gebroken, dan weet je ook dat het geen dead cat bounce is. Dus dead cat bounces, die zie je ook nu op de wekelijkse timeframe. Die zie je eigenlijk op alle timeframes kunnen die gebeuren. En als we nog even naar Bitcoin gaan, dan zien we bijvoorbeeld, even dit allemaal weghalen. Dan zien we hierboven bijvoorbeeld, toen de prijs van $20.000 naar beneden zakte. Toen zagen we daarna ook een enorme dead cat bounce, waarbij iedereen dacht, buy the dip. Lekker kopen die hap. En nou, vervolgens daalde de prijs weer. Kregen we opnieuw een dead cat bounce. En zo gaat het eigenlijk door. Tot de hele bear market eigenlijk op een gegeven moment hier is afgelopen. En dan weet je achteraf pas eigenlijk. Hè, als de prijs hier een higher low maakt. En de laatste high verbreekt. Dan weet je, oké, dit is geen dead cat bounce. De koers
zit in de uptrend en dat betekent dat in dat geval de bullish trend weer begint. En ook nu zien we mogelijk voor Bitcoin een dead cat bounce. En we zijn gevallen van zo'n 9000 en toen vanaf de 8000 richting die 3850. En we zijn nu mogelijk een dead cat bounce aan het vormen. En niet geheel ontoevallig is er ook een rising wedge te tekenen op deze stijging. En een rising wedge is een bearish patroon waarvan de technische target in ieder geval hier ligt rond de 3850. En er zit ook nog een supportpunt hier op 5000 en hier op $4400. Dus is dit een dead cat bounce, ja of nee? Dan, als het geen dead cat bounce is, dan wil ik in ieder geval op de wekelijkse timeframe wil ik zien dat we hier ietsjes gaan dalen om vervolgens hier een higher low te maken en een higher high. En dan weet je in ieder geval ook dat dit geen dead cat bounce was. Maar nogmaals, je weet het pas zeker achteraf en op dit moment zullen we toch moeten afwachten om te kijken of dit een dead cat bounce is. Maar het feit dat dit een rising wedge is, wat bearish is, heb ik nog steeds het geloof dat dit een dead cat bounce zal zijn. En dat we in ieder geval weer richting die 5000 zullen gaan. Een potentieel die $4400. En ja, we willen het niet, maar het is ook mogelijk dat de koers een nieuwe low zal maken. En vanuit hier zullen we wellicht weer teruggaan richting die $3200, de bodem van de laatste bear market. En of we daar dan weer onder komen, ja, dat is een stap verder. Laten we eerst deze stappen even afwachten, want dat kun je toch bijna niet zeggen. Dat was het in ieder geval voor deze video. Ik zou zeggen, like de video als je er wat aan hebt. Abonneer je op het kanaal, zodat je op de hoogte blijft van dit soort informatieve filmpjes. Maar ik doe hier ook geregeld prijsanalyses van Bitcoin en andere altcoins. Dus blijf kijken, like de video en een comment onder in de video helpt mij enorm voor het algoritme. Al is het een duimpje omhoog, ik waardeer het in ieder geval hartstikke. En ik zou zeggen, happy trading en tot de volgende video.